Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door thuisbezorg.nl, Europcar Autoverhuur, Apollo Hotel Almere, Grols en Q Promotions. Dit is Plug de Band. In Plug de Band worden twee jonge, talentvolle bands een week lang geplugd door twee bekende Nederlanders. Dit zijn de Boheems. Vier jonge gasten uit Den Haag die vol gaan voor de muziek. Mijn naam is Leon Huisman, oftewel Dingers. Mijn rol in de band is gitarist en zanger. Ik heet Fabian en naast ik ook bongos. Mijn rol in de band is de drummer. Mijn naam is Edwin en ik speel bas. Ja, ik ben Milan, ik speel in de Boheems. En, ze noemen mij Doodles en ik speel gitaar en ik zing. Wat ik hoop te bereiken met de band is een avontuur eigenlijk. Vrouwen thuis aan het aanrecht voor de kinderen zorgen. Mannen werken, optredens doen, het leven leiden. En dan gewoon thuiskomen, een kopje thee drinken met koekjes. Het zou perfect zijn. De Boheems nemen de Plug de Band op tegen Nonna. Deze poprockers zitten op het conservatorium en komen uit Utrecht. Nou, ik ben Erwin, ik ben de toetsenist van Nonna. Ik ben Bas Schouten en ik speel gitaar. Ik ben Hidde Rorda en mijn rol in de band is bassist. Ik ben Sjaak, ik ben drummer in deze band. Nou, ik ben Desiree Kouwmans en ik ben de zangeres van de band. Ik hoop dat we zoveel mogelijk gaan promoten. Wie gaat er winnen? Wij natuurlijk! De bands ontmoeten elkaar in het Kinky Lab in Haarlem. Maar weten nog niet wie hij gaat pluggen. Hallo Nonna, ik ben Jemai en ik ga jullie de komende dagen pluggen. En hallo Boheems, ik ben Vivienne en ik ga jullie de komende dagen pluggen. Je vraagt je natuurlijk af, waar zijn we in godsnaam beland? Nou, je weet het, bij een professionele band horen ook professionele persfoto's. Dat betekent make-up en styling en kleding en gedoe. Ja jongens, het hoort erbij, dus jullie moeten even doorheen bijten. Luister goed naar alle tips en luister ook naar Sanne. Zij gaat jullie stylen vandaag. Heel veel succes en natuurlijk plezier. Jemai en Vivienne zullen hun netwerk inzetten om de bands te pluggen. Vivienne van der Assem is actrice en presentatrice. Ze was te zien in onder meer Zoep en Onderweg naar Morgen. Daarnaast is ze de winnares van Wie is de Mol 2009. Vivienne is de plugger van de Boheems. Jemai Lohman won de eerste editie van Idols. Tegenwoordig is hij een groot musicalster en presenteert hij tv-programma's. In Plug de Band plugt hij Nonna. Goedemorgen bandleden, welkom in de Kinky Lab in Haarlem. Er staat een heel team voor jullie klaar vandaag. We gaan hard aan de slag. Ik wil jullie vooral heel veel plezier wensen en natuurlijk heel veel succes. Ik heb een paar setjes gemaakt per persoon. Voor Desiree heb ik bijvoorbeeld een hele goede top. Ook heel gaaf, met een lekkere strakke riem eromheen. Hetzelfde soort shirt heb ik genomen. Een beetje een eenheid natuurlijk te houden. Dan gaan we aan de slag. Nou heren, terug van de make-up en de haren, wat vinden jullie ervan? De hele wereld voor mij ook al. Wat vind je er zo het eerste gezicht aan? Ja? Ja hoor. Daarbij ook een basic shirt. Ja. Met overheen, een gaaf feestje. Ik kan hang me, man. Ik vind dat Milan heeft wel cool trouwens. Dit is Michel, de fotograaf. Goeiedag. Jij moet een klein stukje naar binnen schuiven. Ik ga naar sigaretten halen, man, joh.
Ja, kijk uit voor het huis. Wat is er veranderd aan mij? Ten eerste zit hier een heleboel poeder op mijn hoofd. Daarom heb ik het ook erg warm. En ik heb een blouseje gekregen, een wit shirt en een sjaal. Ja. Ik vind dat ik er nu geweldig uitzie. Ik heb een nieuw hoedje. En ik heb een nieuwe broek aan. Nieuw shirt. Eigenlijk alles behalve mijn jas. Dus. Edwin heeft nog wat dingen toegevoegd aan zijn look, zoals een vogeltje en zo. Dus wel wat eigens gemaakt. Wel Bohemes. Ik vind de Bohemes echt gaaf. Gaaf muziek. Ik zou dat zelf nog luisteren. Ik heb wel eens make-up opgehad voor optredens, maar echt gesteld met kleren en alles, nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ja, het is eigenlijk precies wat ik zelf ook graag draag. De kleding die ik aan heb, ja, zou ik zo op het podium aantrekken. Ja. Ja, jullie hebben wel een beetje kunnen spieken bij de anderen natuurlijk. Jamai, vind ik een hele leuke BN'er. Ja, natuurlijk zit je van tevoren wel een beetje wie zou het zijn. En hopen dat het die wel is en hopen dat het die niet is. Jamai had ik eigenlijk nog niet aan gedacht, maar vind ik wel een hele goede keuze. Ik denk dat hij wel iemand is die weet hoe het werkt in het vak. Ik vond het erg leuk dat we Vivienne hebben. Dat was mijn eerste reactie eigenlijk. Ik had hem niet verwacht. Maar het is een ontzettend goede artiest en hij heeft heel veel contacten en... ik heb het gevoel dat hij er echt voor wil gaan, dus ik vind het wel leuk dat hij ons gaat pluggen. Kijk, dit is de rekening. Dit is alleen van Edwin. Dit is het ongelooflijk. Ed, je eten! Nou gasten, goede foto's. Ik heb ze gezien. Ik ben tevreden over deze persfoto's en ik hoop jullie zelf ook. Voor nu, er is een hotel voor jullie geregeld. Rust lekker uit, want morgen wordt het weer een hele drukke dag. En wat er allemaal te wachten staat, dat horen jullie morgen. Hallo Nonna, ik heb juist de persfoto's gezien. Ze zien er prachtig uit, erg goed bezig. Nou, ga lekker naar bed. We hebben een hotel voor je geregeld. Ga lekker slapen. Niet de minibar plunderen, daar is even nog geen tijd voor rock'n'roll. Gewoon lekker gaan slapen, morgen hebben we een hele drukke dag. Tot morgen. De eerste dag was één grote verrassing. Ik bedoel, ik wist sowieso niet precies wat er ging gebeuren. Ja, ik wist dat er ging iets met styling gebeuren en iets met dit en iets met dat. Maar je weet het natuurlijk nooit van tevoren. Ik wist natuurlijk niet wat we konden verwachten. En toen we daar aankwamen bij de Kinky Lab was het ook. En toen had ik wel zoiets van, ja, dit gaat wel vet worden vandaag. En nadat we de kleding hadden gezien en ons haar was gedaan en make-up, ja, het was echt te gek. Ze hadden het allemaal super goed uitgekozen. Erg leuk, vond ik. Erg afwisselend en verrassend ook. Vooral het make-up gedeelte was totaal vernieuwend voor ons allemaal, denk ik. Maar het was ook erg leuk om een tegenstander te zien. En om de BN'ers te zien ook op twee was wel een hele verrassing. Ja, ze hadden shampoo en sop en alles. Ik heb bij mij thuis in Den Haag geen bad. Want ik heb een goedkope kamer van €200 per maand. Dus het was heel erg met lekker in bad gaan. We gaan Edwin als geheim wapen inzetten. Ik weet nog niet hoe, maar dat gaan we doen. Dat kan niet misgaan. We gaan gewoon ons best doen. En we zien het wel, wat er van komt. Volgende keer in Plug de Band hebben de bands een interview met een... pittige journalisten. Ik dacht dat het een vrouwenband zou zijn, toen zag ik weer jongens zitten. Wie wint Plug de Band? Jij bepaalt het. Ga naar plugdeband.nl en stem. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door thuisbezorg.nl, Europcar Autoverhuur, Apollo Hotel Almere, Grols en Q Promotions.